Het is bijna elk jaar raak op het Noordereiland in Rotterdam. Bij hoogwater stroomt het water al snel over de kades. Tijdens het stormseizoen, van 1 oktober tot 15 april, is de kans op extreem weer het grootst. U dacht ik doe gelijk 6 zakken? Nee, ik heb er 12. 6 voor mij en 6 voor mijn buurman. Nou, ons vertelt dat we 8 zakken mee mogen nemen, dus dat gaan we dan maar doen. We hopen gewoon weer op een rustig seizoen, dat mensen de zakken ook helemaal niet nodig hebben. Maar mensen die buitendijks wonen, die zijn wel zelf verantwoordelijk. Dus mocht er waterschade zijn, dan dekt de verzekering dat niet. We hebben het al een keer gehad dat ons huis vol is gelopen, dus wij zijn graag goed voorbereid. Het uitdelen van de zandzakken is volgens de gemeente voldoende om de overlast op het Noordereiland tegen te gaan. Maar ze moeten hogere muren bouwen rond het eiland. Dan ben je er vanaf. Waarom verhogen jullie de kades hier niet? Nou, dat is een hele grote ingreep waar ook een hoop geld mee gemoeid is. En op dit moment zijn de risico's eigenlijk zo relatief laag dat dat niet aan de orde is. We wachten het maar weer af. We hopen dat het niet gaat gebeuren, maar ja, we zijn hier al voorbereid. Dat is het belangrijkste. Ook worden er vanmiddag tips gegeven over het plaatsen van de zandzakken en over het waterbestendig maken van de huizen. Ga je zelf nog je zakken vullen? Ja, met de lotto.